Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met Air Up. De verfrissende drinkfles. Dag Ewout, alles goed? Nee eigenlijk. Het is onze laatste dag. En tot nu toe hebben we enkel nog maar geld verloren. Hè? Ja. De missie om hier rijk te worden in Vegas is wel heel pijnlijk mislukt. Hè? Ik zou zelfs zeggen dat we van ons geld gestript zijn. Oeh, weet je wat dat Elvis zou zeggen? En ik pronounce you. Okay. We zitten hier in het New York Hotel. En hier is een rollercoaster, jongens. Hier is een rollercoaster, gewoon door een hotel in Las Vegas. Ja, maar wat kost dat, Bert? $25, dat is man, de man, hè. Eén ritje. Once in a lifetime, jongens. $25. Je weet ook dat vrolijke vrek in het programma is. Ja, maar ja, kom jongens, we zijn hier maar één keer. Allee, dat is een rollercoaster, hè. Door de skyline van New York en van Vegas. $2 voor een lokker. Kunnen we dat inbrengen? Ik geef dat in bij Pascal. Pascal, er is geen ticketje uitgekomen, maar je krijgt, ik factureer gewoon door ze. Allee, kom, goed. Merci, jongens. Komen ze weg. Ja. Ja, oké. Dat was een rollercoaster. Dat was toch een minuut, een rollercoaster aan emoties. Ja. Maar alleen, dat ding dat duurde wel 1,5 minuut ongeveer. En eerlijk gezegd, ik zet het op het lijstje dingen die hun geld niet waard zijn in Vegas. Ik zet het. Ik ook. Ah, je geeft het toe! Ja, jongens, maar kijk, je moet dat eens proberen. Hè. Dat is echt dat je moet echt zo in een kleine mee op reis. Dat is niet normaal. Allee, weer $100 kwijt. Ja, sorry, jongens. Dat is echt... En wie zijn schuld is het? Ja, Bert, hè, we wisten allemaal dat er gewoon niks ging zijn. En op een minuut hebben we daar gewoon $100 gepast. Ik heb gelijk misschien 2 seconden een heel klein beetje kriebels in mijn buik gehad. Het is zelfs geen goede rollercoaster, dat laat ons eerlijk zijn. Hè. Het is wel een legendarische rollercoaster. Hè. Ja, god, dat was het eigenlijk ook. Maar we zijn vandaag dus wel de toerist gaan uithangen op de strip. De Las Vegas Boulevard, we hadden het er al over. Ja. Een grote straat, de grote straat in Las Vegas. Vol hotels, winkels, ja, wat is er nog? Restaurants, shows. Alles is te doen op Boyers, de strip. Boyers, zwervers, drugsdealers, alles wat je wilt. Het is er gewoon weg. Ja. In grote hoeveelheden. En het geld valt bijna letterlijk uit uw zakken als je er passeert. Echt iets voor vrekken, eigenlijk. Ja, dat is echt de meest uitstekende locatie ooit geweest. Maar er is ook een gratis attractie. Hè? Hey, wat, we staan er, jong. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik mensen heb zien aanschuiven voor een verkeersbord. Dat is echt waar. En nog niet een klein beetje aanschuiven, hè. Nee, toch wel, ja, we hebben nog wel een 20 minuutjes staan. Ja. We staan voor het bord van Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Wat gaat het doen? Welke pose gaat het aannemen? Ja, daar moet ik nog eens goed over nadenken. Maar ja, die foto is geniaal goed gelukt. Nee, dat vond ik echt een goede attractie. Dan misschien even kudos voor onze fotograaf, hè? Voor Gert. Gert, ja. Prachtige echt, foto van ons drieën. Ja, dat is zo. Gert is de max. Maar, maar dat bord niet. Hè. Maar dat bord niet, nee. Alle jongens. Nee, maar nee, kom aan. Dat heeft $15 gekost, want je hebt weer een Uber moeten pakken. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Maar we hebben wel inderdaad de taxi genomen, want, dan moeten we bijzeggen, die strip die is 6,8 kilometer lang. En je ziet al die hotels wel liggen als je daarop wandelt. Dus je denkt soms een beetje te overmoedig van, wow, ik wandel wel. Dat is echt een miserie. Maar voordat je het weet, zijn we een uur onderweg. Dat is een heel bedriegelijke skyline, zal ik maar zeggen. Ja, klopt. Ja. We zijn nu al vaste Uber-klanten geworden, want ja, de laatste dagen nemen we gewoon een taxi. De eerste dag hebben we ons een beetje mispakt. En Bert, je hebt het aantal stappen bijgehouden, denk ik. Ja, 20.000. 20.000 op een halve dag of zo. Wel goed om dat vette eten eraf te banden. We dachten, we stappen even gewoon naar het volgende hotel. 20 minuten later, nog altijd niet aan het volgende hotel. Maar nog altijd in hetzelfde hotel. Zat ik gewoon niks tussen. Gewoon hetzelfde hotel. Zeg maar, Jezus Christus. Hotel, we noemen het nu hotels, maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Dat zijn geen hotels. Het zijn werelden op zich, hè.
Dat zijn ja, immense resorts, ja, een stukken land waarop dan een parking is gezet en een enorm gebouw, wat een hotel is, een casino, winkels. Dat zijn dan zo'n 4000 kamers. Dan heb je een casino met ongeveer evenveel slotmachines, zoiets. Maar het geniale is dat het wel altijd in een thema is. Hè? Ja, er zijn wel van die saaie hotelblokken, maar in de jaren 90 hebben ze zo een handvol van die themahotels geplaatst. En die zijn te geniaal voor woorden, hè. Ja, jaren 90, dat was vooral een tijd van de ecstasy, denk ik. Wat? Jongens, die architecten pakten toen toch wel iets. Ja, je hebt het Paris Hotel, dat heeft gewoon een eigen Eiffeltoren. Die toch nog verrassend groot was, vond ik. Je hebt het Luxor Hotel, dat is gewoon een piramide, compleet met hiërogliefen. Ik weet niet wat er precies in het schrift stond. Ik weet het ook niet, maar ik denk niet dat de Egyptenaren in hun hiërogliefen flamingo's hadden en een eend en zo. Ik weet het niet, maar ik heb er toch van alle rare dingen in gezien. Ik denk dat als je het vertaalt, dat er iets staat van resort fee niet inbegrepen. Je hebt het hotel New York, New York, met zijn rollercoaster die we uitgebreid getest hebben. Spreek dat woord niet meer uit, alsjeblieft. En dan de fameuze Bellagio, met om het kwartier een fonteinshow. Ik wil er nu echt niet de cynische zak uit hangen. Maar we hebben die show nu ongeveer zes keer gezien of zo. Telkens met een ander muzieknummer. Telkens met een ander muzieknummer. Hij hoort wel gewoon. Oh, dat ging echt. Het enige wat ik daar zie, is gewoon echt, ja, doodnormale fonteinen. Niet op de maat van de muziek. Nee. Als jij dat op de maat van de muziek noemt, amai mijn fruik, dan hoop ik dat jij nooit dirigent wordt. Ik weet maar dat. Er staan duizenden mensen aan te kijken. Dat is toch fantastisch. En het is gratis, hè? Moet je niet voor betalen, hè? Ja, als ik daarvoor had moeten betalen, dan was ik helemaal zot geworden. Over de fonteinshow zijn de meningen verdeeld, maar het mast van al vond ik toch wel de Venetian. Ja. En dan het volledig nagebouwde San Marcoplein, ja, met zijn kanaaltjes, met de hemel die blauw ziet met wolkjes. Indoor, hè? Indoor. Voor alle duidelijkheid, ja. Venetië indoor. Ja, ja, met gondels die ook rondvaren. Ja, en leven zegt dat eruit ziet, dat kun je je niet voorstellen, hè? Amai, dat is bizar. Allee, ik bedoel, het is voor de luisteraars. Wij staan hier op een nagebouwd San Marcoplein. We staan aan een brugje. Er vaart een gondel onder ons. Ja, maar dat niet te zeer. Het is de lucht. Allee, het plafond ziet er zo levensecht uit. Het licht, dat vond ik wel. Dat heb ik nu eigenlijk nog nooit gezien. Zo realistisch. Daglicht. Ja, want we waren daar om 10:30, 11:00 s'avonds. Ja, en ik kom echt zo'n beetje in een mindfuck van wow. Ik stap hier ineens rechtstreeks van de nacht in de dag binnen. Heel bizar. Heel goed geschilderd. Met blauwe hemel met wolkjes erop. Ja, echt schoon gedaan. Ook een speciale spot zijn en zo. Dat kan toch niet anders. Het is tot in de puntjes afgewerkt. Het is gewoon blauw geschilderd met wolkjes, maar het lijkt alsof dat klaarlichte dag is. En dat is echt iets gek. Ja, maar kijk, als je daar... Kijk op die kantelen daar, denk ik. Ja. Zie je daar van die speciale spot. Ze belichten dat langs, dat denk ik wel. Hey, maar dat is wel dat echt... Is cool dat is een, gedaan, dat is een optische illusie. Ja. Was dat even niet... Het is buiten pikken donker, je komt... en ineens... Huh? Wat ik dat wel grappig vind. Hangover? Het is hier klaarlicht een dag, zo gezegd, maar de lichtjes staan wel aan. Ah ja. Dat is ook waar, ja. Ja, dus we moeten ook een beetje op de details letten soms. Ja, het is dat. Maar ze willen alles, hè. Ze willen gewoon alles. Swat, het was tijd voor een pintje en dan gaan we voor een kasteelbier, Christophe. In het Excalibur Hotel, volledig in de vorm van een middeleeuws kasteel. Ja, want dat ontbrak er nog aan. Maar echt, hoe groot dat is, dat is toch immens. Dat is zo'n Efteling kasteel en dan zo maal 10. Ja. En dan nog 7 blokken ernaast voor al die hotelkamers te kunnen steken. Onvoorstelbaar. Ja, en er was ook een bar met de fantastische naam Dix. Inderdaad, veelbelovend. En er was toch nogal een vreemde bar toen we daar binnenkwamen. Christophe, waar zijn we nu aanbeland? Een café met de naam Dix. Ja, Dix. En
een beetje raar, want ik kom hier binnen en het eerste wat hij gaat zo hier tegen mij zegt: oh my god, look at this motherfucking wanker. Can you believe this shit? Ja, er zitten ook allemaal mensen met witte hoeden op, met opschriften zoals he looked bigger on Grindr. Ja, ik snap het ook niet gewoon. Wacht tot onze roper komt. Have you guys been to dicks before? No. No, all right, so it is service with sarcasm. That means I'm going to be an asshole to you, you be an asshole to me, but it's all in fun, okay? All right, so it's not Chili's, it's not Applebee's. Nobody gives a shit if you're happy in the neighborhood. So the joke's not dicks, don't take it hard. There you go, all right? We got Pepsi products, so don't ask about Coke unless you got extra money, and water comes from the toilet or a bottle, your choice. Okay? I'll be back. Ja, dan zit je daar in dat café, hè, bij dicks. Je zit daar al beledigd. Dan komt die rekening... Ja, dat getal dat daarop staat is ook al een belediging op zich. En dan schrijven ze er nog eens een extra belediging bij. Oh, dat was geen belediging, Christophe. Dat stond op bedankt, sletjes. Is toch vriendelijk? Ik vind echt dat hij alles veel te veel van de positieve kant bekijkt deze week. Of je nu de hitte trotseert in Vegas... of gewoon in je achtertuin. Air Up zorgt voor een smaakvolle verfrissing. Met Air Up krijgt water een heerlijke smaak. Enkel en alleen door geur. Zonder suiker, toevoegingen of andere rommel. Van cola tot limoen, er is een smaak voor iedereen. Surf naar air-up.com en gebruik de code VEGAS voor 10% korting tot en met 31 augustus. Air Up, dat is smaak en verfrissing. Zonder suiker. On holiday. We komen daar dus uit de bar, uit Dix, en we wandelen terug de strip op. Die vreselijk lange strip. Ja, inderdaad. En ja, na 10 minuten wandelen komen we daar iemand tegen die ons ook iets wou verpatsen. Of die op zijn minst geld uit onze zakken wou slaan. Enrique. Hi, my name is Enrique. I'm listening to Rollick and Bracken. En Enrique, dat was een ronselaar voor timesharing. Altijd eerlijk, ja, dat ken ik. Dat is een van de grootste rip-offs die je kan... Zeker eens googlen, dan lees je de horrorverhalen van mensen die erop ingetekend hebben. Basically is het iets van, je betaalt zoveel euro per jaar en dan in ruil krijg je een week lang per jaar een hotelkamer ter beschikking in een of ander resort. Maar je moet dan ook telkens een enorme setup-fee betalen die $10,000 bedraagt. Je reinste bullshit. Het is je reinste bullshit. En hoe werken die nu? Sturen hun mannetjes uit op de strip. Goedgelovige zielen te lokken. Hè? Ja, die mannetjes lokken je dan met gratis buffets of gratis tours en excursies. Maar die Enrique, dat vond ik nog wel een toffe. Want die kwam er tenminste, ene keer dat we hem hadden aangesproken en vragen hadden gesteld, kwam er wel echt heel open en bloot vooruit dat er echt... alleen maar was om mensen te ronselen en in het zak te zetten. I'm like, that's what they do, and then I'm like, it's not my fault if they buy. No, that's on them. You know what I mean? You gotta hustle. Everyone's got their job. Yeah. Exactly. My job is to bring them there. Their job is to sell. Yeah. That's why I like this job. And do you have some profiles in mind for? I think I can convince them. Yeah. Who are the most easy? Easy targets. Like the easy targets. I'm not gonna like. It's not being racist, but it's like a lot of like black people like free stuff, right? They don't mind doing a little bit of like walking around just to get the free shit. Yeah. But it's mostly like black people or what is it called? White people for me are hard to get just because they don't really like. Oh, they look at me and they don't really want to talk to me. You know what I mean? Really? Yeah. They have to be young, like barely like 28 to 30 years old to even like talk to me. Anybody that's over that, like maybe 50s or 60s, they won't do nothing with me. And do you target couples or just single people? Yeah, couples. We take singles, but we can't take no more singles at the moment. So my only couples are targets. Targets are couples. Okay. That's pretty much how it goes. Drunk people? It depends, really. I have to get how up. Drunk they are. Not too drunk. They have to understand it. Yeah. If they don't understand it, they won't go. No. You know what I mean? That's the only thing. They have to be semi-sober or to the level of, like, you know what I mean? Yeah. That's pretty much how it works. Ja, op de strip was alles veel te duur, maar we moesten wel nog souvenirs kopen. Hè? Ja, om iedereen thuis tevreden stellen. Hè? Ja, en het geluk wil nu dat op een kwartiertje wandelen van ons hotel dat de world's largest souvenirshop te vinden is. Ja, en dat was ook weer zoiets waar jij verbazingwekkend enthousiast over deed. Allee, om de world's largest, hè? Ja, het grootste magazijn vol prul.
Zwat, Christophe wou dus niet meegaan, maar ik ben met Bert en met Gert... Ik heb nog even getwijfeld om mee te gaan. Gewoon weg, omdat onze eerste Uber-chauffeur had gezegd, als je links van Circus Circus gaat, daar is het risico groot om neergestoken te worden. En het lag links. Het lag links, ja. En dat leek me nog een van de beste opties om de dag door te brengen, dacht ik. Maar ik ben dan toch niet meegegaan. Maar ik ben dus met Gert en Bert naar links getrokken, door de ghetto eigenlijk, door gevaarlijke deel van de strip. Ja, van alles meegemaakt? We zijn gewoon heel uit aangekomen aan de gift shop. En dat was toch wel een vrij groot gebouw, hè? Ja. Hoeveel containers uit China zouden hier in deze winkel verdeeld worden? Ik denk dat half China gewoon naar hier verscheept wordt. En het is ook allemaal echt oprecht lelijk. Ja, zoals een echte souvenirshop hoeft zijn. Ja. Het voelt echt alle verwachtingen in. We staan hier voor de classic nummerplaten van Las Vegas, Nevada. En ik vind het ook wel cool dat ze hebt Nevada Playgirl, Playboy, Rockstar en Rock'n'Roll. Maar wel verkeerd geschreven, Rock'n'Roll. Ja, maar dat is de charme, hè. Dat is waarschijnlijk een productiefout die dan goedkoper aangekocht is of zo. Ik weet het niet. Heel veel tassen ook, voor koffie uit te drinken. Waarvan je denkt, als ik die één keer in de vaatwas steek, schiet er waarschijnlijk maar een blikken... restant over. Ja, ze zijn allemaal nogal chemisch gekleurd, die tassen. Dus, ja. Zeg, en wat hebben jullie dan eigenlijk gekocht? Want ik neem aan, als je dan naar de world's biggest gift shop gaat, dan heb je er toch met unieke stukken. Ja, zeker. Ja, Christophe. Allee, let's see. Bert heeft hier een beetje laten gaan zelfs. Ja, kijk. Allee, een unieke handdoek in verschillende kleuren. Allee, dat is toch... Had een keer... Kijk, kies hoe schoon. Daarom kan ik naar het strand gaan. Tot als je de eerste keer was. Hè? Dat vind je nergens anders. Ja. Ik heb 2 setten kaarten van Las Vegas. Ja, dat is ook onvindbaar. Hè? Dat is... Ja. Dat is uniek voor hier. Ik heb nog een jongens. Hier chips in vorm van magneten. Oorbellen voor mijn jongste dochter. Ja. En ik heb ook nog zo'n lachtkaksje als hoed. En je kunt dat op je hoofd zetten. Zoals dat vaak gaat bij hoeden. Hè? Ja, ik hoor het al. Ik heb dus alles wat te koop is op bol.com. Zo kan je alles kopen natuurlijk. Ik heb een betonmolen voor mijn zoontje. Oh, tof, hè? Echt exclusief uit Las Vegas. Ja, een uniek stukje $11 kost. Want anders gaan de wielen kapot. Waarschijnlijk in de Wibra-licht voor 20 cent. En dan een hoopje pokerchips. Ja, toch weer al, want dat vind je thuis niet. Ja, kijk. Een bordje voor zijn keukentje, voor een dienblad. Fabulous Las Vegas. Schiek. En dan nog een laatste magneetje. Schoon, van het legendarische bord, waar ik nu ook een foto van heb. Ja. Ik vind dat een cynisch set, Christophe. We hebben er zoveel laten liggen. Er was zo'n pandasquishy en zo, en kerstschrift dat wij gewoon hebben laten liggen. Dat we zelfs niet hebben meegepakt, want nu was het was maar $99. Dat van nog wel, hè. Dat was sociaal. Iets minder, hè, Christophe. Rond de $25. Toch even een disclaimer. Voor al deze pretartikelen, hè. Ja. Zeg, wat heb jij gekocht, eigenlijk? Wel, terwijl jullie naar die speciale souvenirshop gingen, heb ik hier gewoon even de straat voor gestoken. En vlak naast de 7-Eleven is hier ook gewoon een souvenirshopje. En ik weet niet of ze dat bij jullie hadden, maar daar maken ze uw souvenirs echt custom. Custom? Ja. Deze zat daar ook in die winkel bij jullie? Nee, totaal niet. Nee, ik denk het niet. Ah ja, nee. Er was wel een speciale actie in onze winkel. Als je dus iets kapot deed, dan mocht je dat ook betalen. Dat ging overal uit. Dus dat is toch ook wel uniek. Dat was bij mij ook die actie. Nee, maar ik heb eigenlijk echt allemaal gepersonaliseerde spullen gekocht. Nu ben ik intrigued. Wat bedoel je met spullen? Ik bedoel kleren, t-shirts bijvoorbeeld. Mijn kinderen zijn fan van South Park. Ik heb hun favoriete personage daar laten opzetten enzovoort. Je kan allemaal kiezen. De bijschriften kan je kiezen. En dan nog hier 3 toch wel vrij forse sleutelhangers voor de prijs van $12. $12? Dat is geen goede kwaliteit. Dat is zeker niet in China gemaakt. Nee, want bij ons kostte dat $12 per stuk. Is dat, ja? Nee, in die winkel. Nee. Ja. Maar dat was authentiek, hè, bij ons. Ja, dat was... En uit de world's largest gift shop. Allee, dat kun je niet zeggen. Wie kan dat zeggen, hè? Wie kan dat zeggen?
Wij zijn nog steeds Christophe, Bert en Ewout van op onze hotelkamer hier in het Circus Resort in Las Vegas. Resort klinkt misschien een beetje ongelooflijk voor wat het is. Maar wow, we zitten hier nog op onze hotelkamer voor de laatste keer, want morgen vertrekken we terug naar België. Hè? Godzijdank. Een beetje positief, het is de laatste dag. Godzijdank! Vrolijke Vrekken is een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf, Ewout Huismans. De productie is in handen van Bert Heijvaart en de montage gebeurde door House of Media.